World of Tanks heeft nog 115 minuten nodig! Hey mensen, welkom bij een nieuwe video van... Hey mensen, welkom bij een nieuwe video van... Mad Max. Een kontgat. Nee mensen, dat is gewoon een double barrel shotgun. Om World of Tanks te installeren. Wat mij dus kan leiden tot een nieuwe serie waarschijnlijk. Als de Mad Max serie gedaan is. Heb ik Fortnite verwijderd. Ben ik eindelijk van dat rotspel helemaal verlost. Ja, ik kan het nog gratis terug opnieuw installeren, Ayako. Geen zorgen. En natuurlijk die skin en zo. Oh shit. Nu ben ik mijn Royal Bomber exclusive skin kwijt. Oh nee, dat meent je niet. Ja, maakt niet uit joh, fuck die skin. De serie is veel belangrijker. Mijn kanaal is veel belangrijker dan Fortnite. Fortnite is kut, 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 kut. Fuck Fortnite. Waarom maken ze zo'n dingen? Maar goed, natuurlijk, Pink Eye. The Smoke Rises. Oh ja, dat was ook het idee van deze video. Of toch van vandaag. Mensen, waarschijnlijk in de volgende video. Eigenlijk, in deze video gaan we erheen rijden. Ik weet niet of we hem helemaal kunnen doen, deze video. Maar als we hem in deze video niet helemaal kunnen doen, dan doen we hem morgen... Allee, in de volgende video gewoon verder. Want vandaag zijn 2-3 video's. Dit is de eerste, dus ja. En als we in 3 video's tijd nog steeds dan niet klaar hebben die missie, ja, dan is het gewoon shit. Want dan gaan we morgen verder. Maar ik denk niet dat het gewoon freaking 12 video's of zo nodig heeft. What the heck? Die auto had het gewoon net overleefd. Maar dat waardeer ik niet aan dat zo'n auto het overleeft. Ik wil ze kapot hebben. Au. Oh, dat dacht ik. Dus is helemaal niet, hè. Meneertje? Meneertje Koekepee? Oké, dat was een beetje grappig bedoeld eigenlijk. Oh, ik heb niet heel veel tijd, want ik zit hier bij een route. Een niet zo'n leuke route. Een weg, dus, waar elk moment een enemy langs kan rijden. En nu is er nog extra scrap ook nog, omdat er 2 auto's waren. Maar goed, ik ga er verder naartoe rijden. Wacht, een paal. Ik word alleen maar afgeleid in deze video's. Oh, steentje. Geef mij het paaltje. Dat klinkt raar. Oh god. Oké, nog 1 duw. Of 2 duwtjes. En hij ligt er letterlijk af. De paal. Miep, miep. Miep, 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 kaken, 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 kaken. Oh, ik heb de auto hier gewoon opgezet. Holy damn. Hoe heb ik dat gedaan? Ja, ik paste nog goed op. Alleen het rechterachter... Het linkerachterwiel is een beetje uitgestrekt. Allee, dat ligt daar maar. Hangen. Maar goed, mensen. We gaan verder rijden.
als jullie deze video's leuk vinden, like, abonneer en ja. Dan maak ik nog meer video's, hè. Ja, ik was sowieso van plan om echt heel veel video's te maken van Mad Max. Mijn series duren altijd al freaking tijd. Totdat de game is uitgespeeld. Net als bij World of Warships Legend. Ik heb nog nooit dat spel uitgespeeld. Volgens mij is dat gewoon als je alle schepen hebt, dat je het zo goed als uitgespeeld hebt. Maar mensen, als ik alle schepen heb, ga ik letterlijk nog World of Warships spelen, maar niet in een serie. Want ja, want dan is er niks meer aan, want ja, je kunt niet meer sparen voor een bepaald schip. Dus het is gewoon vechten. Elk, weet je wat, ik ga nog wel video's maken, totdat ik beslis of dat ik wil stoppen of niet. Ook al heb ik alle schepen, toch ga ik toch door uploaden. Totdat ik zelf beslis of ik wil stoppen of niet. Met de serie. En dat kan niet lang meer duren dan. Maar goed. We zijn eigenlijk aan de poort. We zijn aan de poorten. Poorten. Geen poort, maar twee poorten. Waar iedereen al best uitgemoord. Er komen... Oh. Die gast die komt die niet meer door. Oké, perfect. We zijn 7 minuten en 5 seconden bezig. Letterlijk nu. Oh, een kleine barricadering laat een auto spinnen. Daar is nog een paaltie. Een klein paaltje. Paaltie bus. Dit zal de battlebus binnen 2 jaar worden. Als ik Fortnite niet meer installeer. Dan wordt dat de battlebus binnen 2 jaar. En ik hoop dat de battlebus zo wordt, want ik wil dat Fortnite gewoon verwijderd wordt van de wereld, echt. Het is zo'n klotenspel. Ik snap niet dat mensen dat leuk vinden. Nou, mensen, zijn jullie gechoqueerd? Dat dacht ik al. Zo zeggen de meeste van jullie het ook over Minecraft. Zelfs de ouders zeggen van, waarom is het gemaakt? Ik bedoel, wat de heck? Er komt een storm. Waarom is het erin gemaakt? Oh, eindelijk, ik heb de... Wat gaan die mensen doen? Ze konden er nog oprijden op deze brug. Maar er komt een storm aan. Dus ik moet snel zijn. Wacht. Kan ik hieronder schuilen? Nee. Dat gaat niet. Wacht, dat gaat wel. Een soort van... Rebuild. Nee, dat gaat niet. Hieronder staan. Nee. Ik zal sterven. Ik zal doodgaan in deze storm. Oh, daar zat even een stuk ijzer vast. In je keel. Oh. Ik ga dood. Ik weet dat serieus nu al. Ik ga ook geen water verspillen, want ik weet toch wel dat ik zal doodgaan. Wacht. Ik ga geen water gebruiken. We zijn 10 minuten bezig. Maakt mij niet uit. Ik ga even
even wat cola drinken. Ik zal zien of ik het heb overleefd of niet. Tot zo. Mensen, het is nu heel veel minuten in de storm. Tweede keer dat dan zijn vriend de achterbak in kruipt. Nog eens. In deze storm. Maar mensen, we zijn al best wel wat minuten in de storm. En ik leef nog altijd. Waar zit de logica? Ik zit hier onder een brug. Die is ingestort. Zonder muren eigenlijk. Alleen met dak. Zonder muren met dak. Oh. Oh damn. Daar vloog even iets langs. Oh god. Oh, die enemies rijden gewoon verder. We zijn 11 minuten bezig. Tot zo. Komt even een autovraak langs vliegen. Oké. Onze vriend zit 2 seconden in die achterbak en hij moet weer de motor gaan sleutelen. Ik leef nog steeds. Dat was in de gang. Kakepakeli boeren banana's. Bananen. Mensen, ik heb onder dit stuk brug, heb ik het gewoon overleefd. Auto staat hier ook nog gewoon. Onze vriend is 100 keer naar de motor moeten rennen, maakt niet uit. Ik ga het voor elkaar proberen te krijgen om alsnog naar Pink Eye te rijden. Ja, zo heel ver weg is dat nu ook weer niet. Zo heel ver weg is het nu ook weer niet, dus. Wacht, daar is volgens mij weer een kistje. Ja, daar is een kistje. Cristiano Ronaldo. Sharpshooter. Daar sharp ik me niet aan. Shooter. Sharp toch eens een keer in de shooter. Auw. Auw. Volgens mij ga ik nu hierdoor wel dood. Auw. Ik wil dat scrap oppakken. Ik heb het scrap. Auw. Auw. Ik heb het scrap van het kistje. Van de kist. Ja, daar is nog een klein beetje scrap. Maakt mij niet uit. Ik ga het gewoon laten liggen. Want ik ben bijna dood. Holy damn. Nee. Jullie gaan me niet pakken. 13 minuten en 45 seconden bezig. Leuk. Heel leuk. Terwijl ik van de brug... What the hell? Normaal zou ik van de brug gereden moeten zijn. Maar ik bedoel, what the hell. Ik rijd een soort vangrail. Ik rijd tegen een vangrail. Ik vlieg recht de brug weer op. Die vangrail heeft me echt heel veel tijd gered. 14 minuten en 15 seconden bezig. En de auto is even kapot als mijn mannetje. Oh nee, dat meent je niet. Nee. De kerncentrale. Maar mensen, de kerncentrale, daar komen we later nog wel terug. Mensen, like, abonneer. En in de volgende video gaan we de kerncentrale proberen over te nemen. Dag. Weer
een storm overleef. Wat de flip.